Yo, daar zijn we weer. Bij deze heel even een update. Morgen om 7 uur gaan we een dikke bonus in doen. Ik heb voor 2500 euro aan bonusjes verzameld. Daar zijn 22 bonus uitgekomen met een gemiddelde inzet van 1,71 euro. En we hebben een 66x nodig per bonus. Multiplier-wise om break-even te draaien. Dat is op zich supergoed eigenlijk. Maar gezien mijn voorgaande bonushunt verwacht ik dat we een stuk minder gaan krijgen. Ik wil eigenlijk minimaal 1500 pakken. Alles daarboven, daar ben ik blij mee. Die 1500 moet toch wel lukken, want op zich hebben we redelijk wat aardige bonusjes. Maar goed, de afgelopen bonussen waren heel veel bonussen, 10x, 20x en zo. Ja, als het weer zo'n ramp wordt, dan wordt het een lastig verhaal. Maar hopelijk gaan we een ommekeer zien en kom ik weer een klein beetje in de gelukkige flow. Dan wordt wel weer een keer tijd. Ik heb er wel de bonussen voor. Nou, we beginnen uiteraard met Snakes and Ladders. Dan moet ik nog een keer die Rage Mode krijgen. Fire Portals als tweede. Leuk als je... dan moet je geluk hebben dat je die multiplier hit. Is lastig. Starlight Princess. Sugar Rush op 2 euro. Big Bus Splash. Mental. Too Well to Die. Daar zet ik mijn geld wel een beetje op. In die zin, op een 2 euro bet, dat moet toch wel minimaal 50, 60x zijn. Dus ik hoop, ik heb hier mijn voorspelling 100 euro. Maar ik hoop eigenlijk toch wel 150, misschien zelfs wel 200. Ik heb eigenlijk, met 22 bonus heb ik eigenlijk eentje van 500x nodig. Of twee van 200x of 250x. Ik hoop dat Too Well to Die daar eentje van is. Even kijken. Ja, Mental dus, maar Mental die doet het heel slecht de laatste tijd. De Reef op een lage inzet, 1,20 euro, dus dat zal niet heel veel zijn, denk ik. Boat Bonanza Down Under, dat is een nieuw spel van Play & Go. En nog nooit de bonus gehad, dus ik verwacht daar niet heel veel van. Forge of Olympus, dat is natuurlijk leuk, maar dan heb je wel eigenlijk meerdere retriggers nodig. Mystery Genie Fortune of the Lamp, een soort Aladdin cast, ook van Play & Go. Dan moet je heel veel sticky welds hebben en vraagtekens die kunnen veranderen in eigenlijk plaatjes alleen. Ja, ze kunnen in meerdere symbolen veranderen, maar alleen de plaatjes, daar kan je leuk mee winnen. Is heel lastig, maar als hij dat doet, kan het dik zijn. Je hebt ook respins en extra spins en dat soort dingen. Monster Super Launch, die blijf ik net zo lang spelen totdat ik daar een keer een dikke win mee heb gehad. Blijf het een leuk spel vinden, alleen die bonus die doet het bij mij eigenlijk nooit. Megadon, Feeding Frenzy, ook hier heb je de retrigger nodig, spel van Play & Go, die kan heel dik zijn. En die heeft wel eens een keer mijn bonushunt gesaved, met een win van 500 of zo, niet mega, maar dat was wel lekker. Maar dan moet je echt die retrigger hebben. Nou, Fire in the Hole, 2 op 2 euro, zonder X-Bet, die moet ook wel minimaal 70 opleveren. Big Boss Secrets of the Golden Lake. Nog niet echt heel veel geluk mee gehad, maar op 1,50. De Crypt op 2 euro, zonder X-Bet. Ik hoop dat die een beetje losgaat. Moon Princess 100 op 2 euro. Die deed wel heel slecht. Maar ik hoop eigenlijk, ik zeg hier 125, maar ik hoop eigenlijk iets van 200. Dus als de Crypt en Moon Princess in combinatie met Too Well to Die het enigszins oké doen, dan moeten we toch wel richting die 1500 à 2000 kunnen gaan. El Paso Gunfight, geen superbonus, dus het is gewoon een normale bonus, dus ik verwacht daar niet heel veel van. Is op zich wel een leuk spel, maar dan moet je heel veel geluk hebben. Gates of Olympus, 1,50. Sweet Bonanza. Je moet hopen op die hoge multipliers, maar dat is nog erger als bij Gates of Olympus. Maar wel leuk om er altijd bij te hebben. Wel spannend altijd. The Cage, en we eindigen met Sugar Rush 1000 op 2 euro. Ja, dan moet je ook dus drie triggers hebben. Dus het zijn weer veel alles of niets bonussen. Ik doe het altijd wel een beetje bewust. In de zin dat op basis van 22 bonussen nu, als je heel veel alles of niets bonussen hebt, op 22 bonussen, dan moet er toch wel 1 of 2 het redelijk doen. En als er 1 of 2 het redelijk doen, dan is vaak je bonushunt gesaved. En als ze het heel erg goed doen, heb je vaak profit. Maar goed, ik zeg al, mijn run de laatste tijd is dramatisch. Dus ik ben al lang blij als ik de helft van mijn geld, niet de helft, maar zeg maar 1500 à 2000, als ik dat terug zou kunnen krijgen, ben ik al een blij man. Maar uiteraard hoop ik wel break even of profit. Er zit weer een giveaway aangekoppeld, zoals jullie weten van mij. Nul voorbereiding weer, dus de prijzen zijn nog niet bekend. Dus die ga ik morgen tijdens de livestream bekendmaken.
Maar je kan je voorspelling al hieronder doorgeven. Dan speel je automatisch mee. Ook gratis mee ook. Let wel één keer je voorspelling doorgeven. Dus als je in de comments hieronder je voorspelling doorgeeft. Dan hoef je het niet meer tijdens de livestream in de chat te doen. En andersom. Geef aan wat jij denkt dat ik met die 22 bonussen ga winnen. In bedrag qua euro's. Dus dat gaat echt vanaf de start van de bonushunt tot aan met het eind van de bonushunt. Alles wat we daarvoor en daarna spelen telt daarbij niet mee. Dus het is puur de bonushunt. Geef je voorspelling dus door hieronder. En ik ga het kort houden. Dus ik zie jullie morgen hopelijk gezellig rond een uurtje of 7. Althans, rond een uur of 7 gaan we de bonussen openen. Ik denk dat ik zelf rond 6:30, 6:45 al live ben. Dan spelen we eerst nog even wat slotjes. En dan om 7:00 kwart over 7 of zo gaan we de bonus openen. Dus ik zie je allemaal morgen. Een 2500 euro bonushunt live op het Nedergaming kanaal. Yo!